Oh ja, dit was het. Ja, die trap. Gelukkig is het maar één hoog. En niet zo ver te lopen. Dat is echt toch helemaal... Volgens mij hing dat er ook gewoon al. Een mooie schildering. Oh, kijk eens. Oh ja. Oh ja, de gang naar de slaapkamer. Hier gaan we de gang in. Dit is de deur naar de slaapkamer. Nou ja, goed, is natuurlijk zijn slaapkamer en van zijn moeder. En toen kwam ik erbij, zeg maar. Om maar zo te zeggen, ja. Volgens mij sliep zijn moeder gewoon bij hem in bed, ja. Alleen ja, met z'n drie werd het een beetje krap. Even naar de keuken. Dit is de keuken met alle ja, gemakkelijke spulletjes, zoals een magnetron. Dan stond ik in die keuken, ja, dan was ik wel eens zo moe. En dan dacht ik, oh god, ik zak direct in elkaar. Maar dan dacht ik, ja, nou, kom op. Hij moet wel eten. Nou, dus dan ging ik weer eten koken. Wat kookte je dan voor? Hij vond het heerlijk. Gewoon een balletje gehakt en spinazie en aardappeltjes of een stukje kip. Of er mocht geen korreltje vet aan zitten, want dan wilde hij het al niet meer. Ik bedoel, hij was natuurlijk zo lastig als... En dan s'avonds om 12:00 zei hij altijd... God, mam, ik zie niks bewegen in de keuken. Nou, om nou over koken te spreken... Nee, ik ben geen keukenprinses geweest in die tijd. Nee, dat was niet mijn... Marjan maakte hier de lekkerste gerecht ook voor Bart klaar. Ja. Zij kwam koken? Nou ja, ja, ook natuurlijk voor mijn tijd nog... Marjan, die band, die je natuurlijk eigenlijk ook praktisch. My endless love. Jij. Nou ja. We gaan lekker. Two hearts. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever. Oh, I hold you close in my arms. I can't resist your charms. Yes, and yes, you will be the only one. Ja, zit ik toch weer te janken. Ik kijk zelfs af en toe een beetje verliefd naar Bart. Och, jeetje. Ja, wat zijn we daar jong. Hij was wel ook echt mijn broer, maar ja...